Dag lieve vriendjes, vandaag ga ik voor jullie het verhaaltje vertellen naar de dierentuin met Fien en Milo. Zien jullie al welke twee dieren met een lange nek hier van voren op staan? Ja, goed zo. Het is de giraf. Fien en Milo gaan naar de dierentuin. Milo zit in de kar en Fien die trekt aan het touw. Ze lopen langs een hoge heg en zien een rode hek. Daar is de ingang al. Kom eens kijken, wat zie je daar? Wie zit er achter het rode hek? Zie jij het? Dat? Kan jij zien wie er zit? Zeg het maar. Dat is Lorre, de papegaai. Welkom, welkom, roept hij blij. Wat heeft hij een lange staart? En wat heeft hij mooie veren? En kom eens kijken. Wat zie je daar? Je woont daar in het zand. Kan jij het zien? Je woont daar? Zeg het maar. Daar wonen de olifanten. Die lopen graag door het zand. Olifanten zijn heel lief voor elkaar. Mama olifant en baby olifant geven elkaar overal kusjes. Kom eens kijken. Wat zie je daar? Wie woont daar op het ijs? Weet jij het? Kijk maar. Wie zou dat zijn? Daar wonen de ijsberen. Die houden van de kou. Mama en papa ijsbeer kijken om zich heen. Hé, waar is babybeer naartoe? Hem zien? Waar is hij verstopt? En kom eens kijken. Wat zie je daar? Wie woont daar in die hoge bomen? Zie jij het? Wie zou daar wonen? Daar wonen de giraffen. Die eten graag blaadjes van de bomen. En met een lange nek kunnen ze er heel goed bij. Eten Fien en Milo ook graag blaadjes? Nee. Kom eens kijken. Wat zie je daar? Wat staat daar in de verte? Wat zou dat zijn? Dat is de ijsjeskar. Lekker smullen. Fien in een aardbeienijsje. En Milo kiest voor het chocoladeijsje. Wat lekker. Zeg, en kom eens kijken. Wat zie je daar? Wie woont daar in het water? Wie zou dat zijn? Daar wonen de zeeleeuwen. Die kunnen heel goed zwemmen. En ze springen en duiken in het water. Spetter spat, Fien en Milo worden helemaal nat. Zeg, kom nog eens kijken. Wat zie je daar? Wie woont daar op die grote rotsen? Wie zou daar wonen? Daar woont de tijgers. Die vinden klimmen fijn. En tijgers lijken net poezen, maar je kunt ze beter niet aaien. Ze zijn gevaarlijk, zegt Fien. Oh, en kom eens kijken, wat zie je daar? Wat ligt daar op de grond? Dat is een bananenschil van de apen. Apen zijn gek op bananen.
En ze slingeren graag aan de touwen. Milo denkt dat hij dat ook wel kan. Maar Fien zegt dat dat wel heel moeilijk is. En kom eens kijken verder. Wat zie je daar? Wie woont daar op het ijs? Zeg jij het maar. Daar wonen de pinguïns. Die lopen netjes in een lange rij. Fien kan ook netjes in de rij lopen. Maar Milo, die vindt dat nog een beetje moeilijk. Kom eens kijken. Wie woont er daar? Van wie is die mooie staart? Dat is de staart van de papegaai. Dag Lorre, daar zijn we weer. Fien en Milo hebben alle dieren gezien in de dierentuin. De olifanten op het zand en de ijsberen op het ijs. De giraffen tussen de bomen en de zeeleeuwen in het water. De tijgers op de rotsen en de apen aan de touwen. En de pinguïns op het ijs. Dag dierentuin, dag Lorre, tot de volgende keer. Wat was het fijn in de dierentuin. Als Fien en Milo thuiskomen, doen ze allebei een jas uit. Maar kom eens kijken, wat zie je daar? Wat zit er in de kar van Milo? Welke dieren zie je allemaal? Kan jij ze zien? Zo, dit was het verhaaltje. Hopelijk gaan jullie het superleuk vinden. Dag, lieve vriendjes.